En vandaag, op Diwali-dag zelf, zijn we beland bij de Stichting De Olifant, waar de VHP ook invulling geeft aan deze Diwali-dag. En hoe ze dat doen, dat vroegen we aan de heer Chandrika Prasad Santokhi, de voorzitter van de VHP. Ik wil alvast u een soep Diwali toewensen en alle kijkers en luisteraars van Apentim en de totale samenleving. Wij geven invulling aan de Diwali door vandaag de juiste betekenis van Diwali tot uiting te laten komen in ons partijcentrum. En dat is namelijk dat we enerzijds een religieus karakter aangeven door de god Lakshmi te verwelkomen. Niet alleen in onze woning die schoongemaakt is, maar ook te verwelkomen in ons hart, in onze ziel. En dat we daardoor onszelf reinigen, alle negatieve energie weghalen. Maar ook zorg dragen dat we met die energie, met dat licht van die, wij ook anderen tot positieve handelen en positieve gedachten kunnen leiden. Hier hebben we uitgenodigd vandaag de weeskinderen van alle weesinstellingen. We hebben kinderen met een beperking ook uitgenodigd. We hebben alle religieuze organisaties uitgenodigd. We hebben politieke organisaties, sociaal-maatschappelijke organisaties. Kortom, het is een goede vertegenwoordiging. De nationale feestdag Diwali komt goed tot uiting hier zo. En het is ook een culturele dag. Daarom hebben we muziek, stichtelijke liederen. Daarom hebben we ook mensen in prachtige culturele kledij hier zo. Maar het is ook een dag waarbij de familie aandacht krijgt, met name de huisvrouw. De Lakshmi krijgt een speciale aandacht. En daarom vieren wij nu overdag, zodat s'avonds alle mensen terug kunnen gaan naar huis. Om aandacht te geven aan de familie, aan de Lakshmi. En de bedoeling is dat we met de Lakshmi, de huisvrouw, sterke gezinnen moeten maken. De vrouw moet bijzonder gewaardeerd worden. Want als we een sterk gezin hebben, krijgen we een sterke samenleving. En dat er gebeden wordt voor de Lakshmi. Dus de Lakshmi is niet alleen die God, maar die God is in je huis. En dat wordt vaak vergeten. En dat we dat moeten eren. Want daar waar de vrouw gewaardeerd en gerespecteerd wordt, ga je ook veel zegen krijgen. En dat is wat we vandaag aan Diwali doen. Met uiteraard de diepere betekenis dat wij als mens goede handelingen moeten verrichten. Dat we het goede tot ons moeten nemen. Dat alles wat negatief is en kwaad wegwerken. En dat ons pad verlicht wordt door het dia. En dat pad een rechte pad blijft. En alles wat te maken heeft met hebzucht, met kwaad, met ook jaloezie. Dat we die eigenschappen wegmaken uit ons lichaam en dat we positieve handelingen verrichten en daardoor een bijdrage leveren tot een betere samenleving in Suriname. En wij hebben hier laten zien dat wij die bijdrage als VHP wensen te leveren door de eenheid te bevorderen, door de natievorming te bevorderen, maar ook de mens geestelijk te verheffen, dat ze allemaal een beter mens worden.